The Institute for Graduate Studies and Research, IGSR, heeft vandaag zijn eerste lezing voor het jaar gehouden. Er is een paneldiscussie gehouden met als titel Vele academische lichtjes langs een kronkelend bospad. Samenwerking op weg naar duurzame kennisproductie. De lezing is de eerste in een serie over de benutting van het wetenschappelijk potentieel. De lezing is verzorgd door Jack Menke, voorzitter van het universiteitsbestuur. De kernvraag tijdens deze eerste lezing is: hoe moeten wij ons potentieel aan kennisontwikkeling organisatorisch, beleidsmatig en wetenschappelijk structureren en dit potentieel dienstbaar maken aan de samenleving? Menke ging in op wat de universiteit kan doen op weg naar duurzame kennisproductie. Want u weet, universiteiten zijn eigenlijk hele conservatieve eenheden. Ja, tot zo zijn ze overal in de wereld. Gedisciplineerd, afgedeeld in disciplines. Eigenlijk versnippering van je welste. En de vraag is hoe je vanuit dus die andere werkelijkheid, waarmee we worden geconfronteerd bij complexe problemen, eigenlijk je niet alleen je gezichtsveld kan verbreden, maar ook een andere vorm van synergie kan creëren. Ik heb hier weer van die hele mooie woorden, dus die klinken heel veel mensen bekend in de oren. Disciplinair, discipline, multidisciplinair, interdisciplinair, extradisciplinair. Extra is erbij gekomen, ga daar niet te lang over praten. Maar er is een boekje verschenen van Sangat Singh, die is nog steeds verbonden als part-timer in allerlei activiteiten aan de universiteit. Menke presenteerde ook een demografische analyse van het wetenschappelijk korps. Menke wilde daarmee aantonen dat vrouwen op jonge leeftijd meer aanwezig zijn in het docentenkorps dan hun mannelijke collega's. Het zijn qua fulltime wetenschappelijk korps ook de grootste faculteiten. Dacht, ik moet nog even natrekken, mevrouw Achthoven, of werkelijk, ik stond er even versteld van dat de faculteit technologische wetenschappen zoveel fulltime personeel heeft. Maar eigenlijk kan ik me vanuit andere settingen herinneren, ja, daar heb je richtingen, ook met heel weinig studenten en ook met heel veel fulltimers. De precieze richting, weet je, maar ik kan me herinneren, agrarisch is één vast. Weet je, en dat brengt me direct op. Dat brengt me direct op het punt van samenwerking. Daar kom ik zo op terug. Het is goed dat ik het voorbeeld heb van agrarisch. Daar kom ik zo op terug. Wetenschappers met een PhD, ongeveer 14% van het totaal aantal wetenschappers. Maar als je alleen maar kijkt naar de fulltimers, dan is het ongeveer 20-21%. Jack Menke, voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij sprak vanmiddag tijdens de eerste nieuwjaarslezing, georganiseerd door de Institute for Graduate Studies and Research, IGSR. De lezing is gehouden in de University Guesthouse aan de Leesweg.